Hey Rob, ik vroeg me nou af, hè, als jij buiten gaat fotograferen, wat neem je dan eigenlijk allemaal mee? Behalve mijn camera. Precies. Nou, ik zal het gewoon even uitgebreid laten zien. Dat lijkt me een goed idee. Wat sleep ik allemaal mee? Mijn camera. In dit geval zit ik in de natuur en gaat de 300 mm 2.8 gaat mee. Die staat op een statief die zowel hoog als laag kan. Met in dit geval mijn driewegkop. En die werkt erg nauwkeurig. Vervolgens is dit een oud 300 mm objectief. Geen VR of iets dergelijks. Hoeft ook niet, ik heb gewoon een goed statief. En laat ik even hier beginnen. Mijn vest. Ja, wat is er altijd, met jouw vest? Dat is altijd handig. Hier heb ik bijvoorbeeld, leuk, ik kan hem zo pakken, een tekentang. En als deze niet goed is, dan heb ik er nog eentje. Je weet het namelijk nooit in de natuur. Als je weer thuis komt, douchen en jezelf goed controleren. Heel vervelend. Als ik een lens zou gebruiken, dan kan ik die eventueel, het dopje of zo, kan ik hier kwijt. Dus ik hoef eigenlijk niks op de grond te leggen. Dus die zal ik even uitdoen. Dan gaan we naar de tas. Het meest belangrijke wat hierin zit, is mijn grijskaart. Als ik bijvoorbeeld een foto maak van een vlinder, dan kan ik met mijn camera gewoon op de vlinder richten en gewoon de foto maken. En na afloop, als de vlinder gevlogen is, dan haal ik op dezelfde plaats de grijskaart. Dan maak ik daar een foto van en dan kan ik achteraf heel makkelijk met één klik de witbalans weer aanpassen. Dat die klopt zoals die op dat moment was. Handig dingetje. Dit is echt, de punaise was handig, maar deze komt zeker op de tweede plaats. Dan heb ik hier nog een 200 mm micro-objectief. Dus bij Nikon noemen ze de macro-micro. En dan heb ik nog een Samyang 14 mm 2.8. Dus een manuele lens, groothoek. En subliem scherp. Dan heb ik nog een noodverband. Die is nog uit mijn diensttijd, dus die is al een paar jaartjes oud. Maar je weet het nooit. Dan heb ik nog een, noem het maar, reservebody. In dit geval mijn D300S. Geweldige camera, crop sensor. Maakt nog gewoon prachtige foto's, niets mis mee. Moet ik laag op de grond, heb ik nog een hoekzoekertje. Altijd handig. Nou, uiteraard dingen als reservegeheugenkaartjes. Je kan beter te veel bij je hebben dan te weinig. Ja, uiteraard dingen als volle reservebatterijen. Even naar de andere kant. Als het heel warm wordt. Charmant. Hai. Ja. Nou, die grijskaart was handig. Maar hier hebben we er nog eentje. Dit noemen ze een reflectiescherm. Yeah. Dus als ik nou een vlindertje wil fotograferen, dan komt het zonlicht knetterhard van boven. En dan kan ik natuurlijk met het reflectiescherm van onder vandaan het licht ook reflecteren. Dat het van alle kanten een beetje komt, dan haal ik de harde schaduwkant haal ik iets meer omhoog. Waar je hem ook goed voor kunt gebruiken, is om de wind weg te halen. We hebben nu vrijwel geen wind. We hebben een heerlijk dagje gekozen om te gaan fotograferen. In dit geval in de Biesbos. En als het nou wel iets waait en je gaat met name voor de macro,
dan heb je een hele kleine scherpte diepte. Dus als er een blaadje ergens heen en weer blijft gaan in de wind, kun je het bijna niet scherp stellen. Dan kun je met dit prachtige windvangscherm kun je natuurlijk de wind enigszins blokkeren. En dat werkt net wat makkelijker. Er zijn momenten op de dag, dan is het licht zo keihard, dan kun je hem ook gebruiken. Want dan haal je gewoon de zon weg bij je onderwerp. Dus. Oké, handig. Dit is, na de punaise, de grijskaart en de paperclip, is dit zeker een aanrader. Kost niet veel, maar veel plezier van. Nou, wat heb ik nog meer bij me? Een vuilniszak. Want op het moment dat de grond vrij nattig is, dan kan het handig zijn om die even neer te leggen. Ja, nog meer reservebatterijen. Je kan beter te veel bij je hebben dan te weinig. En ik heb meestal te veel bij me. Nou, een doekje om een en ander schoon te maken, mocht dat nodig zijn. Ja, mocht de derde wereldoorlog uitbreken, een vuursteentje, een vuurmaker, altijd handig. En deze is niet om flesjes open te maken, maar bijvoorbeeld als ik een andere statiefvoet nodig heb, dan kan ik deze gebruiken om hem los te draaien. Ideaal. Een ND1000 filter, voor het geval ik echt lange sluitertijden wil gebruiken. Dit is gewoon bijna zwart om erheen te kijken. En dus erg lange sluitertijden, ook gewoon overdag. Ja, verder geen spannende dingen. Nog een extra reservebatterij is altijd handig. Nou, in elk geval leuk om te weten wat jij allemaal zo meesleept. Ja. Maar dat zijn dus wel dingen die echt nodig zijn als je natuurfotografie gaat doen. Nou ja, wat is nodig? Ik ga niet roepen, je moet een 300 mm 2.8 lens hebben. Mm-hmm. Ik heb heel erg lang met een 300 mm f4 gefotografeerd. En ja, hiermee kun je net wat langer doorgaan of wat eerder beginnen als het nog niet licht is of nog niet helemaal donker. Om toch aan een voldoende speling te komen in je sluitertijd, dat je geen bewogen foto's hebt. Ik vind vogeltjes hartstikke leuk. En je hoort het, ik ben aan het praten. Maar die blijft gewoon doorgaan. Ja. Weet je wat dit voor vogeltje is? Vertel. Dit is een pietje. Die heb ik ook in de tuin. Pietjes. Geweldig. Nou, dan wil ik je in elk geval bedanken voor je uitleg. Echt, ik als leek en beginner vind het hartstikke leuk om dat soort dingetjes te horen. En tot de volgende keer. Doei.